Dienstencentrum Dokske vormt vandaag het decor voor een Valentijnsbingo. Heel wat koppels dagen dan ook op voor een romantisch spelletje. Maar ook alleenstaanden maken hier kans op het grote lot. Er zijn veel mensen die Valentijn alleen moeten vieren, maar wij vinden dat dat niet nodig is. Er zijn hier ook zelfs al koppeltjes ontstaan. Het is niet omdat mensen op leeftijd zijn, dat er geen liefde en vriendschap niet meer alleen kan zijn. Dus de mensen genieten er evenveel vandaag ook van. Sommige mensen geven hun geheime agenda voor zo'n speciale dag als vandaag meteen prijs. Bingo! Ik wens aan iedere vrouw een gelukkige Valentijn. Omdat ik zelf van mijn vrouw weg ben, dus ik leef alleen, hè. Hoe reageren de vrouwtjes daar dan op? Oh, die zien dat allemaal heel zitten. Hè. En ik zeg even voor Valentijn, ik heb een instructieboek nodig, want het is een lang geleden bij mij. Dus, Ook koppels die al langer samen zijn, kunnen nog altijd genieten van Valentijn. Voor ons is het altijd een speciale dag. Het is een dag gelijk altijd. We zijn altijd even verliefd. We plakken gelijk magneten tegen elkaar. Hoe lang zijn jullie al samen? 55 jaar. Jullie maar 55 jaar. Zijn we 55 jaar gehuwd. We zien elkaar nog altijd even graag. Zo, dus. We zijn al begonnen met een goede knuffel te geven. Maar de rest dat zullen we nog wel zien dan. Onze flesje kava, stookleven van de over en de match van Barcelona. Dat is onze bal altijd. U moet naar het voetbal kijken. Ja, heel graag. Ze mag naar de voetbal kijken. Ik kom speciaal bingo voor prijsjes te winnen. Voor de Valentijn dus. Eigenlijk heb je geen cadeau, maar je hoopt er nu een te winnen. Ah, voilà. Ja, maar wij vieren Valentijn alle dagen. Alle dagen is het liefde en schat. Het spel lijkt voor de meeste aanwezigen maar bijzaak. Geluk in de liefde vindt men hier meestal belangrijker. Ik ben versleten, dan kan ik aan de liefde zijn. Moet je dat dan zeggen? Toch hebben sommige mensen nog speciale plannen vanavond. De nafas.